Dat waren beelden van een AVRO-documentaire uitgezonden in 1983. We nemen u mee naar de opleiding tot astronaut. Dit zijn beelden van het volgen van lessen door Wubbo Ockels en zijn collega's. En hier ziet u Wubbo in beeld. Dit is op de Vandenberg Air Force Base. Dit is Claude Nicolier, de Zwitser die hier samen met Wubbo Ockels bij de luchtmacht is. De opleiding tot astronaut heeft zijn spectaculaire kanten en hier bij deze valproeven ziet u dat heel duidelijk. De bedoeling is natuurlijk om in de meest uitzonderlijke situaties te kunnen overleven. Deze beelden concentreren zich op de twee Europeanen, Ockels en Nicolier, die hier samen met een aantal Amerikaanse collega's die vrij zware training aan het volgen zijn. Hier ziet u hoe de instructeur uitleg geeft. Claude Nicolier die luistert toe en in een oranje overal Wubbo Ockels die nu dus zijn eerste ruimtevlucht heeft gemaakt. Vanaf dit hoge platform moeten ze aan een soort harnas wat hangt aan een parachute naar beneden springen. Hier hangt Wubbo erin en u ziet dat het weliswaar spectaculair is, maar hangt er maar zo te bungelen. Wubbo Ockels moet hier aan de grond komen en vervolgens moet hij proberen zichzelf zo snel mogelijk vrij te maken uit dat harnas waar hij in is getuigd. En vervolgens wordt hij dan nog met grote snelheid weggetrokken. Het zijn harde jongens daar bij de luchtmacht die er een zeker genoegen in scheppen. Hier ziet u dat wegtrekken om die mensen op die manier te harden. En ook de anderen moeten eraan gaan geloven. Hier opnieuw beelden waar u ziet hoe die training wordt aangepakt en de instructeur kan tevreden zijn. Hier zit Wubbo Ockels in een schietstoel. De schietstoel wordt geactiveerd en valt naar beneden. Opnieuw een heel zware belasting. Claude Nicolier in de schietstoel en ook hier gaat de schietstoel omhoog. De Space Shuttle kandidaten, en NASA noemt dit de tweede groep, die zitten hier bij een lesje wat buiten wordt gegeven. Het gaat hier over het overleven in het water. En de plaats waar we ons bevinden is bij de luchtmachtbasis Homestead in Florida. Hier is Wubbo Ockels duidelijk grijnzend, hij heeft er zin in. Ockels die begint hier aan die overlevingstraining in het water. En de kandidaten Williams en Ockels die worden aangekleed en die gaan hier dan te water. Ze moeten, voor het geval de Space Shuttle kort na de lancering een noodlanding moet maken bij Cape Canaveral, of wanneer dat elders op de wereld gebeurt, ook in staat zijn levend uit het water te komen, mocht de shuttle daarin terechtkomen. Voor dit soort training staat er ook een model van de shuttle in die moerassige wateren op Cape Canaveral zelf. Het grappige is overigens dat er ook wat krokodillen zitten en die moeten dan telkens voor die training heel even worden verwijderd. Opnieuw beelden van die training daar in het water op de luchtmachtbasis Homestead in Florida. En hier ziet u hoe Wubbo Ockels wordt losgelaten. Zo dadelijk, hier ziet u dat, ziet u hem zweven boven dat water. Zowel Claude Nicolier als Wubbo Ockels hebben een belangrijk deel van de astronautentraining die de gewone NASA-astronauten krijgen bijgewoond. Ze deden dat op een moment dat bleek dat het shuttleproject veel vertraging had opgelopen. Ook in de AVRO-documentaire hebben we u daar al enige beelden van laten zien. Ockels en Nicolier zijn net niet zo ver gekomen dat ze mission specialist genoemd konden worden door NASA, hoewel Nicolier daar later wel voor is doorgegaan. Intussen is Claude Nicolier ook ingedeeld op een space shuttle vlucht waar hij de functie van mission specialist zal gaan bekleden. De training wordt onderbroken opnieuw voor een stukje discussie. Hier is de instructeur bezig met te vertellen wat goed is gegaan in dat stukje training en wat niet. De astronauten gaan hier omhoog, een vorm van parasailing zoals u ziet. En opnieuw kun je zeggen dat het leven een lolletje kan zijn als je inderdaad houdt van dit soort zaken. En hier nog een keer een beeld van Wubbo Ockels, die later overigens van watersport een hartstochtelijke hobby zou gaan maken. Hij kreeg daarvoor een zekere faam
in Houston. In Houston, waar hij ook de gewoonte had om op zijn fiets op het werk te komen. Wat dat betreft heeft Ockels altijd een heel duidelijke signatuur gehad. Ockels was en is geen kleurloos figuur. Het is opvallend hoe goed hij bekend is geworden bij de instructeurs van NASA, bij zijn collega-astronauten en bij de andere mensen in het vluchtleidingscentrum. Het is niet verwonderlijk dat NASA dit de natte training noemt, in tegenstelling tot de droge training waar we nu bij gaan kijken. Dit is een model van Space Lab en bij dat Space Lab de pallets. Uiteraard moeten de astronauten ook om kunnen gaan. Ze moeten kunnen handelen met de wetenschappelijke experimenten. Hier is ook Lichtenberg bij en Bob Parker, die ook beide in Space Lab zouden gaan vliegen. De ESA-astronauten krijgen hier een aantal voorbereidingen voor een medisch onderzoek. Nicolier gaat te water en Ockels die plaatst een sensor op de benen van Byron Lichtenberg. Hier ziet u dit soort preparaties. Ockels die adjusteert hier een sensor en Limpton die kijkt er heel even toe. En dan nog een beeld van Lichtenberg. De verschillende experimenten konden ook hier in het water worden geoefend. Water is nog steeds een redelijke simulatie voor gewichtloosheid. In Mission Control in het centrum in Houston is dit heel grote zwembad aanwezig waar men gaat oefenen in die verschillende handelingen die men later in de ruimte moet gaan doen. Het is belangrijk dat de astronauten ook een eenheid gaan vormen. Het moet een groep gaan worden. De astronauten hebben in feite een drietal verschillende soorten training. En u hebt hier beelden van alle drie die soorten. 1 is die overleving waar die parachutes een duidelijk voorbeeld van waren. 2 is de duidelijke les die in de klas en soms buiten wordt gevolgd. En 3 is het omgaan met de wetenschappelijke apparatuur en het omgaan met de Space Shuttle. Voor de astronauten die vliegen in Space Lab ligt de nadruk op het omgaan met de instrumenten. Hier een model en hier zitten we in Space Lab zelf. Daar rechtsbovenin de luchtsluis. Hier ziet u het bevestigen van een sensor op een arm. We zullen straks in de echte beelden van vlucht 61 aanzien hoe belangrijk dat medisch onderzoek was en hoe vaak de astronauten bij elkaar metingen doen, hoe vaak ze bloed gaan aftappen en hoe vaak ze resultaten moeten gaan noteren. Dit is Claude Nicolier die daar bezig is en hier ziet u Wubbo Ockels die bezig is met het plaatsen van een sensor op het been van een collega-astronaut. Via de techniek kijken we hier naar het uitvoeren van die proef waarbij Wubbo heel even de taak heeft van een arts. En dat is een taak die hij ook in de ruimte vaak zou hebben. Hij is zowel leidend voorwerp als degene die de proeven moet gaan uitvoeren. En hier ziet u nog de laatste beelden van dat uitvoeren van die medische proeven, dus van het bevestigen van die sensor bij een collega-astronauten. Dit zijn experimenten in Space Lab en Wubbo Ockels kijkt er hier naar. Hij leert omgaan met die verschillende experimenten die overigens bestemd waren voor de eerste Space Lab vlucht, waarvan we u zo dadelijk beelden zullen laten zien. De eerste Space Lab vlucht die niet werd gemaakt door Nicolier, hier links in beeld, en niet werd gemaakt door Wubbo Ockels, maar door hun Duitse collega, die niet in deze beelden voorkomt, Ulf Merbold. En in dat Space Lab zien we hier hoe die training in feite wordt afgerond. Een heel grondige training die erg veel jaren heeft geduurd. En die in de eerste plaats betekent dat je een allround bemanningslid wordt, wat in staat is om al die verschillende experimenten in dat ruimtelaboratorium Space Lab uit te voeren. En hier nog een beeld van Claude Nicolier, de Europese astronaut, Zwitser van nationaliteit en astronoom van huis uit. Nicolier was sterrenkundige, Ockels was natuurkundige.
Ze hebben allemaal een wetenschappelijke opleiding, waardoor ze relatief makkelijk kunnen leren om te gaan met die instrumenten. En hoewel dit ongeveer lijkt op een artsenuitrusting, is het in feite een vermomming, zou je kunnen zeggen, om zo weinig mogelijk stof te krijgen bij de verschillende proeven die ze doen, bij de verschillende experimenten. In gezamenlijk overleg wordt een proefpersoon hier opnieuw voorzien van meetapparatuur, waardoor men kan nagaan wat de reactie is van het menselijk lichaam, waardoor men kan zien hoe het menselijk lichaam gaat reageren op verblijf in gewichtloosheid. En dit was Ulf Merbold, de Duitser die de eerste Spacelab-vlucht maakte. Ulf was de CAPCOM, de capsule communicator, tijdens de afgelopen 61 A-vlucht. De vlucht waarmee we straks deze videoband gaan besluiten.